bij het boompje. Dat is een deze, het boompje staat daar, ingetekend. Dat is het kruisje. De paaltjes staan een meter buiten het voertje. Meneer die gaat 1 meter 92 diep ten opzichte van het maaiveld uitgehaald. Bij de meesterkaart binnen, ja? Maar we leggen hem tijdelijk bij de container opnieuw binnen en lussen hem door naar hier naar de keten. Eén segment van 3 keer 4 meter weegt 6,3 ton. Dus je hebt al 3 keer 6,3. Dan praat je al over 19 ton zonder de scoren dat die er tussenin zit. Dus van A4 tot A5 meter is dat? Het is 12 meter van dat naar dat. En daar gaat die. Wat ben je aan het doen? Ik ben nu de constructie de labels en nummers aan het overzetten. Omdat de labels met labels afknippen, ja? Dan heb ik geen nummer meer. En de nummering, ja, daar moet ik vanaf tekening werken volgens die nummers. Om hem in elkaar te zetten? Om hem in elkaar te zetten, ja. Okay. Zo, je eigen Meccano-doos? Zo, ja, het is eigenlijk een Meccano. En wordt het wat, heren? Ja, ik weet niet precies wat het wordt. Ja, dit wordt Topolis. Dat vind ik niet zo pas eigenlijk. Nee, maar wat ik nu van zie, vind ik een beetje erg technisch, hè? Erg abstract, hè? Voor wat betreft de planning, heeft iedereen van mij de planning ontvangen? Ik heb voor iedereen, heb ik het zo gedaan, 2 man, 4 dagen. Want we hebben met elkaar de basisafspraak gemaakt, 2 man, 5 dagen voor het project. En daar komen nog een aantal uren bij. Ja, ik heb daar een inschatting voor gemaakt en ik heb het idee dat we daar met deze club goed aan uit moeten kunnen komen. Dit is de hoogste. Nou, de offerte van PTL liggen met de kosten voor het verplaatsen en de korting. Maar dan wordt hij net wat hoger, dan wordt hij maar 10 centimeter hoger. Maar ik denk dat we op die manier het probleem moeten tackelen, hoor. Want nu heb je een aantal dingen die al niet veranderen.
verfmachines. En ik zag het dus al helemaal zitten om hier dus bovenin een verfmachine te maken. En dan heerlijk die verf allemaal over dat staal te laten druipen. Maar dan staat er dus hier ook weer ergens. Het materiaal moet allemaal, nou dat was dan niet eens het ergste. Alles moet weer zoals het erin is gebracht, moet er ook weer uit. Dus we mogen er niet aan verven, we mogen er niet aan... Even bij hem in de bek kijken, we waren ook enthousiast. Jouw toon is wel heel duidelijk. Nee, maar ik ben heel duidelijk. Ik ben heel duidelijk wat ik zeg. Van, luister goed, we hebben een programma straks en dat programma dat moet ook gewoon worden. Ik heb al gezegd, ik zal hier nog één keer duidelijk stellen. Michiel, waar we naar zien verhouden. Ik heb... vraag gewoon nog. Jongen, dit is en dan komt hij terug en dan weten we. Het is even, Jan, het gaat dus niet om, het gaat om fijngevoeligheid van wat wordt nou van wie verwacht. Daar gaat het om. Komt op de middelste. Ja, en dat wordt het hoogste punt. Ja. Vindt u het ook zo'n lelijk gebouw? Ik vind het geweldig. Echt geweldig. Het is klasse. Dan moet je als het niet al een beetje op te doen. Ik doe vanavond naar de kant. Wel een kopje koffie verdiend, jongen. Dat komt er ook niet aan daar, hè? Ik wil graag iedereen graag hoeren of hoera of applaus voor Toplus anno 2002. Mijn gaat het best, het weer is goed, de mensen zijn gemotiveerd en we liggen goed op schema. Ja, die moeten even daar.
gaat ie! Ja, ja! Tokkelis is bedoeld voor 1 jaar. Maar ik vergelijk het altijd een beetje met de Eiffeltoren. Ook die is gebouwd voor 1 jaar. Hallo. Hallo. Dit gebouw moet hier blijven staan, maar je weet dan nooit welke functie je vervult en hoe dit gedragen wordt door straks de burgerij van deze stad, want daarvoor doen we het allemaal. En de brandmeldinstallatie bouwen. Oh, kijk eens aan. Ja. Er moet er veel gebeuren daarvoor? Nou, er is echt wel wat voor nodig, denk ik. Want het is op dit moment wel echt kwetsbaar. Glazen wanden, hè? Ja, maar ik heb 8 tussenmuren in de ruimte zelf. Dus ik heb wat 8, zijn dat? Ik heb echt 8 muren heb ik. Korte muren waar schilderijen kunnen hangen. Oh, moet je dat wel. Hebben we. Eens eventjes. Dus het is de eerste etage, hè? Het, zeg maar, het is een driehoek. De lange zijde, dat is glas. Ja. En dan heb je 2 zijkanten en dat is gewoon, zijn gewoon vaste wanden. Ah, ja. Ah, ja. Dus je hebt er nu 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dit is Topolis. Dat is tenminste mijn visie erop. Ik heb aan de constructies heb ik een beetje toch mijn eigen vorm weer aangegeven. Ik heb eigenlijk de constructie van Topolis heb ik een beetje veranderd. En dat vond ik eigenlijk wel leuk, omdat ik er zelf moet exposeren. En dacht van, nou weet je, want als ik nou dit een beetje zo doe. Maar dat is een persoonlijke vormgeving. En dan is iedereen vrij in om daar verder zijn verhaaltje over te denken. Twee meter 9,5. Gaat ie goed zo? At one time, yes, I do. I may have bigger for him. Bigger, my. Oh, nothing.
Heten wij welkom van het stadsbestuur mevrouw Beuskamp, wethouder van de stad, en de heer Adam, wethouder van de stad, ook allemaal van harte welkom. Topolis, het gebouw, het bedoel waar 160 ondernemers aan. Wherever we come, the world keeps revolving. They say the next big thing is that the revolution. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history. History repeating.